Een hele goede middag allemaal en welkom bij het webinar Importeren, Product- en Prijswijzigingen. Mijn naam is Nick en naast mij zit mijn collega Edwin. En het komende half uur laten we jullie graag onze nieuwe functionaliteit zien. We beginnen in ieder geval even met een korte mededeling die bedoeld is voor iedereen die voor het eerst een webinar bijwoont. Het idee is zo dat jullie mij wel kunnen horen, maar ik hoor jullie niet. Wel kunnen jullie wel tussendoor vragen blijven stellen. En dat kan aan de rechterkant via jullie scherm via de questions mogelijkheid. En indien mogelijk zullen we je vraag meteen beantwoorden. Als we daar op dat moment even niet aan toekomen of je vraag is even specifiek alleen voor jou van toepassing, dan kom ik of een van mijn collega's er na het webinar nog even bij op terug. Graag wil ik jullie in ieder geval alvast even vragen om via de question iets mee te delen of alvast de vraag te stellen, zodat wij ook kunnen zien dat jullie ons horen en dat alles goed werkt. In de tussentijd neem ik jullie even mee naar onze agenda. Wat gaan we vandaag allemaal doornemen? Nou, de intro hebben we eigenlijk al een beetje gehad. Tijdens deze webinar gaan we zo meteen eerst bekijken hoe het allemaal zit qua rechten, qua het productenboek. En uiteindelijk gaan we jullie natuurlijk ook meenemen in de importfunctionaliteit zelf. Voordat we dat allemaal door gaan nemen, vertel ik jullie wat de voorwaarden en de mogelijkheden zijn om de producten en prijswijzigingen door te kunnen voeren via de import tool van Perfview. Zometeen na afloop, jullie kunnen het wellicht al zien, deel ik ook nog een handout uit. Daar staan wat screenshots in ieder geval waarin je kunt zien hoe we, waar we allemaal moeten zijn en hoe we de producten kunnen importeren. Ik ga jullie voor nu even meenemen naar onze Perfview-omgeving. Welkom bij de fietshandel. Wij verkopen fietsen en materialen van de fietsen aan verschillende partijen. En vandaag willen wij hier een productenimport gaan uitvoeren. Voor het importeren of het bijwerken van producten en of de prijzen is het van belang om te weten dat hier eerst de rechten voor aangezet moeten worden. Deze rechten staan los van de relatie- en activiteitenimport. Want zo kun je er namelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld alleen de administrators producten mogen wijzigen of toevoegen. Ik zal jullie gelijk even laten zien. De rechten vinden we via de applicatieinstellingen aan de rechterkant. En uiteraard onder het kopje autorisatie vinden we daar de rechten. Alle importrechten die vinden we onder het onderdeel applicatieinstellingen. En zoals ik al aangaf, we kunnen hier bepalen of we dat op administrator niveau doen of op user niveau. Of wellicht heb je nog wat andere rollen. Het advies is om dat in ieder geval op de administrator rol in te stellen. En in de applicatieinstellingen vinden we dan het kopje importeren. En daar vinden we in ieder geval de productenimport terug. Die zet ik voor nu even aan. En we gaan zo meteen gaan we dus ook de mogelijkheden zien waar we dus nu de producten kunnen importeren. Het importeren van producten gaat op basis van de code van het product. En een productenimport kan niet ongedaan gemaakt worden. Dus dat is heel belangrijk om te weten dat op het moment dat je de producten hebt geïmporteerd, dat dus niet teruggedraaid kan worden. Mocht je dus een foutje hebben gemaakt tijdens het importeren, zullen we dus een bijwerkimport moeten uitvoeren op basis van die productcodes. We hebben bedacht dat het verplicht is om in de huidige producten overal een code gevuld te hebben. Dit juist om te voorkomen dat er per ongeluk producten geïmporteerd worden die eigenlijk al bestaan. Zijn er producten nu nog in je huidige omgeving zonder code, dan kan de import niet uitgevoerd worden. Het kan ook zijn dat een productcode of dat je meerdere productcoden hebt die niet uniek zijn. En bij het importeren ontstaat dan een melding dat er een product niet bijgewerkt kan worden. Ook is bij het bewerken van een product natuurlijk nu de code verplicht om in te vullen. Indien er bij bestaande producten in Perfview nog geen productcode zijn toegevoegd, is er nu ook de mogelijkheid om deze automatisch van een unieke code te voorzien. Er is in de instellingen in het overzicht van de producten een knop bijgekomen om automatisch bij elk product een code te genereren. In het overzicht van die producten vinden we nu ook in de kolommen de kolom code toe. Dit zodat je snel kunt bekijken welke producten er nog geen codes hebben. Die producten vinden we in het productenboek. Ook weer via de applicatieinstellingen. Ik klik op producten en we komen in ons productenboek terecht. Nou, de meeste zullen wel hier bekend zijn. We hebben hier nu een extra kolommetje. Daar hebben we eigenlijk nu één waarde, dat is de productcode. Als ik hem ook even doorzet naar materiaal, zien we dat we ook hier maar één productcode hebben. En bij overig en bij systeembeheer zijn er eigenlijk maar overal maar één productcode ingevuld. Er zijn wat nieuwe knoppen hierboven ingekomen.
exporteren en genereer productcodes. Die ga ik als eerst even laten zien. Zodra ik hierop klik, dan gaat Purview nu al mijn 19 producten die nog geen code hadden aanvullen met een code. Je ziet het al op de achtergrond, we hebben hier dus nu productcode 0001 en zo gaat hij hem automatisch doortellen om ja, eigenlijk vervolgens al je producten te voorzien van hun unieke waarde. Al mijn bestaande codes die blijven dus zo staan zoals erin staan. Dus die worden uiteraard niet overschreven. Er is dus ook de knop exporteren. Die gaan we zo even indrukken. Deze knop is bedoeld om een exportbestand te genereren, een Excel-bestand te genereren om alle producten te exporteren. Hierin worden ook, de unieke IDs van Purview mee geëxporteerd. Deze kunnen eventueel gebruikt gemaakt worden voor een externe koppeling. Maar voornamelijk voor de producten import is dat niet nodig. Ik zal het bestand er even bij pakken. En we lijnen hem even goed uit. En wat je hier in het bestand dus ziet zijn dus eigenlijk alle velden en kopjes die we dus in de producten zelf hebben. We hebben hier dus nu de code netjes opgevuld. De eenheden staan erin, de inkoop, eigenlijk alles wat je hierin nodig hebt. Wat hierin ook belangrijk is om te weten, alles binnen de producten, en dan zal ik er even eentje openen. Al deze vinkveldjes die we hierin zien, die zullen we binnen Purview in het Excel-bestand, zullen die moeten gekenmerkt worden met een 1 of een 0, om te bepalen of het vinkje aan of uit staat. 1 staat voor aan, 0 staat voor uit. Nou, hier zien we dus dat record ID, daar heb je, die heb je helemaal niet nodig bij de import, maar die kan wellicht handig zijn voor een externe koppeling. Verder hebben we nog de producttype, producten van dienst en natuurlijk de bedragen die je hier kunt aanpassen mocht je een prijswijziging willen doorvoeren. Nou, terug naar Purview. Het productboek, nou, deze ga ik even sluiten. Om dit zo meteen te kunnen importeren, we hebben de rechten aangezet, we hebben het bestand aangepast waar nodig. Dus we kunnen zo meteen beginnen met het importeren. De stappen van de import zien er zo meteen ongeveer hetzelfde uit als de activiteiten import. Omdat de codekolom in een aparte stap gekoppeld kan worden aan het codeveld. Als er voor het bijwerken wordt gekozen, kan er ook gekozen worden om productregels aan de activiteiten aan te passen. De kolommen uit het bestand kunnen handmatig aan de velden in Purview gekoppeld worden. En als de naam van de kolom overeenkomt, wordt het veld automatisch gekoppeld. Dus dit geldt eigenlijk voor alle imports die we hebben. Nou, het voorbeeldbestand heb ik jullie al kort even laten zien. Die gaan we ook gebruiken om de import uit te voeren. En dat doen we via de knop gegevens importeren, ook weer via de instellingenkant. Dan gaan we hier een nieuwe importdefinitie toevoegen. En in de importdefinitie vinden we dus nu hier onderin onze productenimport terug. Door op selecteren te klikken kan ik eventueel hier ook weer een ander voorbeeldbestand downloaden. Maar in dit geval hebben we hier dus mooi al een voorbeeld vanuit de export. Ik klik erop of ik sleep het bestand er naartoe en hij wordt geüpload. Nou, verder voor degenen die al wel bekend zijn met de importdefinitie, we hebben altijd de stapjes die we doorlopen. Bij instellingen geven we aan of we producten willen of we een naam aan de import willen toevoegen. Dan kunnen we zeggen prijswijzigingen. Zo. Omdat ik een bijwerkimport wil doen, zal ik moeten aangeven dat ik mijn bestaande waarde wil overschrijven. Ga je alleen nieuwe producten importeren, dan kun je ook kiezen voor overslaan. Hij zal dan wel gaan controleren of een productcode uit het bestand al bestaat in Purview. Maar vervolgens zal hij die gaan overslaan en zal er geen wijzigingen doorgevoerd worden. Wanneer we kiezen voor de optie overschrijven, kunnen we ook nog aanvinken of we de verkoopregels willen bijwerken in een activiteit. Er zijn wellicht nog concept verkoopoffertes of verkoopkansen of verkoopfacturen. En op het moment dat we een prijswijziging doorvoeren op een bepaald product, dus laten we zeggen de Batavus damesfiets, die gaat van €400 naar €500, dan kan het zijn dat wij dat bij onze conceptfacturen of conceptoffertes ook gelijk willen bijwerken. Het werkt natuurlijk alleen bij de concepten waarvan er nog geen offerte of factuur is uitgestuurd naar je eigen klanten toe. Want die hebben uiteraard al de prijs ontvangen van €400 en daar gaan we niet nog een prijswijziging op doorvoeren. Die kan ik eventueel aanvinken, dan gaat hij dat ook nog zo meteen controleren. En vervolgens kan ik naar de volgende stap, de productcode.
En hier ga ik dus mijn kolom bepalen, code in dit geval, om te bepalen dit wordt mijn kolom in het bestand waarop Perfume moet gaan zoeken of het product al bestaat, ja of nee. Dus dat is gewoon deze code. Nou, vervolgens, de laatste stap, hebben we de velden koppelen. Zoals ik al aangaf, op het moment dat je het Perfume voorbeeldbestand gebruikt, zullen de kolomkoppen automatisch herkend worden. En zal Perfume dit automatisch kunnen koppelen. Stel dat je een eigen bestand hebt en bij bijvoorbeeld naam heb je productnaam staan, dan kan Perfume dat niet automatisch herkennen. En dan kun je die zelf nog wel gaan koppelen. Ik zal hem even voor het voorbeeld, als ik hem hier weghaal, krijg je dus de knop plus koppeling. Ik wil daarbij meteen even aangeven, zodra je in een importdefinitie hier de plus koppeling knop ziet, klik er altijd dan even op om te kijken, klopt het wat ik hier over heb. Nou, in dit geval zeggen we dus naam, koppelen aan naam. Dat is eigenlijk het enige open veldje wat we nog hebben. En ik klik op toevoegen. En zo kan ik handmatig mijn kolommen uit het bestand koppelen aan de velden in Perfume. Dus dat zijn even de importstappen. In principe, naar mijn idee, moeten deze importstappen wel voor zich spreken. Daar komt verder niet zo heel veel bij kijken. Mocht je er tijdens het uitvoeren van de import ergens tegenaan lopen, neem dan altijd even contact met onze service desk op, zodat ze je gelijk even goed verder kunnen helpen. Ik weet niet of er op dit moment nog belangrijke vragen zijn. Er wordt een vraag gesteld over rapportage, die kan ik er hier ook even bij pakken. Kun je ook door het gebruik van productcodes een rapportage uit het systeem halen hoe vaak een productcode is in gebruik, totaal maar ook per klant. Er zijn wellicht wat weergaven die we kunnen maken. We hebben een regelweergave binnen Perfume beschikbaar. Die kan ik zo meteen na afloop even kort laten zien. Daar kun je verschillende weergaven of kolommen aan toevoegen, dus ook je productcode. En dan kun je eigenlijk zelf dan bepalen wat je in een soort van rapportage of een export naar Excel dan weer kunt toevoegen. Dus dat laat ik zo meteen even na afloop ook nog even zien, die weergave. Voor de rest hebben we dus de stapjes in de import doorlopen. Ik ga nu in ieder geval op de import nu uitvoeren knop klikken. En dan kunnen we in het logboek gaan bijhouden wat de status van onze import is. Dat logboek dat vinden we ook weer applicatieinstellingen. Algemeen logboek. En daarin kunnen we bijhouden wat er gebeurt. Nou, we hebben mazzel. Hij wordt gelijk uitgevoerd. En hij is ook gelijk klaar. We zien nu dat er 23 producten zijn bijgewerkt. Hij toont hier welk product, uit welke groep, hoeveel conceptactiviteiten er zijn aangepast. Nou, dan zie je dat er eigenlijk maar één concept verkoopkans is, waar dus ook die Batavus damesfiets in stond, die heeft bijgewerkt. Ja, in het productenboek zien we nu natuurlijk even geen verschil, want we hebben eigenlijk vrij weinig gedaan. Maar uiteraard zul je hier natuurlijk weer je aangepaste prijzen of nieuwe producten in gaan toezien. Dus dat was even in ieder geval in vogelvlucht de productenimport. Ik ga jullie nog even laten zien waar we dan de exports kunnen maken. We hebben een regelweergave. We moeten hier wel per verkoopfactuur, kans of offerte, kunnen we alle producten of diensten zien die er in die activiteitssoorten zijn gebruikt. Als we bijvoorbeeld even naar de verkoopkansregels gaan kijken, zien we dat er 48 keer of 48 producten of diensten zijn toegevoegd. Hierin zien jullie nu ook de codes. We zien de gegevens van het product zelf natuurlijk. We zien het nummer van de verkoopkans waar die aan hangt. En deze weergave, daarin zouden we een kopie van kunnen maken om daar zelf ook nog wat meer informatie over de relaties of over de activiteit aan toe te voegen. En op deze manier kun je bepalen, wil ik dus inderdaad zien van wie of aan wie de verkoopkans hangt. Nou, bijvoorbeeld, dan moet ik even zeggen, bijvoorbeeld indien de organisatie, willen we bijvoorbeeld even de organisatienaam hebben. Niet te snel doorheen scroll. Oh, die blijft hier leeg. Dan zet ik wellicht met even deze weergavenaam. Die
hebben we hier niets aan. Dan gaan we hem even specifiek in die klanten. Ik weet dat we klanten hebben. Oh, nu neem ik alleen de groep mee. Die hebben we er al in staan van de producten. Nou ja, goed. Dit gaat niet zoals ik hem even snel wilde doorvoeren. Maar je kunt hier dus je kolommen aan toevoegen, verwijderen. Wellicht dat we hier even bij vanuit onze service desk even verder bij kunnen ondersteunen. Maar zoals je ziet is dat, in ieder geval als ik hem heel even sluit, dat we de eerste paar regels, dat zijn dus onze Sparta herenfietsen, die de code 8 hebben. En hier kan vervolgens eventueel nog op gesorteerd worden, om zo even in vogelvlucht te zien hoe vaak je bepaald product in de verkoopkant staat. Uiteraard kunnen we dit dus ook weer vanuit de verkoopfactuurregels doen. Dus dat is, en vanuit deze weergave kun je dus export maken en dus je eigen rapportages gaan maken. Dat waren dan eigenlijk, we zijn er heel snel doorheen kunnen gaan. We hebben geen complicaties gezien. Ik weet niet of er tot zover nog andere vragen zijn waar we jullie bij kunnen helpen. Wat ik jullie nog wil laten zien en de handout die jullie ook kunnen downloaden, dat zijn even een aantal screenshots die we hebben gemaakt. Eigenlijk gewoon de PowerPoint die we op het begin hebben, waarin we een screenshot zien voor welke rechten je moet hebben. Er staat een screenshot bij van het productenboek. En er staat een screenshot bij waar je dan de productenimport kan vinden. Die handout kunnen jullie allemaal aan de rechterkant als het goed is ook allemaal downloaden. Mocht dat niet lukken, geef het even aan, dan sturen hem alsnog handmatig even naar je toe. Dan zijn we tot zover eigenlijk door het webinar. Mocht je tijdens het uitvoeren of het willen wijzigen van je producten of prijzen nog vragen hebben of je komt ergens niet uit, neem dus contact op met ons service desk. Dat kan op verschillende manieren, via de mail, via support@purview.nl of via de vraagtekenknop aan de rechterkant via de optie stel een vraag. Ook kun je altijd even contact, telefonisch contact met ons opnemen. Wellicht dat ik nog even tussendoor een vraag zie die wellicht handig is voor de groep. Als ik de codering aanpas voor het product, dus wijzig naar een ander nummer, dan is geëxporteerd. Overschrijft hij deze dan of maakt hij een nieuwe aan? En heb ik ze dan dubbel? Nee, op het moment dat je dus de code aanpast in het productenboek, ik zal hem gelijk nog even erbij pakken. Zodra we hier de Sparta kinderfiets de productcode gaan aanpassen, dan wordt er een check gedaan of de code al op dat moment in Purview staat. Dus stel dat ik hier 09 van maak, die daarboven, klik ik op opslaan. Oh, kijk, dat is interessant. Dat pakt hij wel. Die gaan wij intern even meenemen, want dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Dan weten we, dan hebben we dat in ieder geval in de import. Tijdens het importeren zal die wel melding geven dat die code bestaat. Maar hier wordt de check dus blijkbaar toch nog niet helemaal goed gedaan. Er was al iemand die hem inderdaad ook al een dubbele zag. Nou, dat is handig dat we hem zo even tegenkomen. Maar goed, stel dus dat je een nieuwe product gaat toevoegen. Dan denk ik dat hij daar misschien ook al zal zeggen fiets. Als we daar de code 00010 aan meegeven. En die heeft hij inderdaad nog wel meegenomen. Nou, dan gaan we daar nog mee aan de slag. Dus als je me hierin verandert, dus in je Excel-bestand, als je daar een nieuw code aan meegeeft, dan wordt die gezien als echt als een nieuw product. Het is dus wel zo dat op het moment dat je hier dus dan nog dubbele in hebt staan, controleer dat voor de zekerheid en pas die voor de time being nog even handmatig aan. Want hij zal er dan nu ook over gaan struikelen dat hij hem niet kan bijwerken omdat er meerdere producten met een dubbele code erin staan. Even kijken, dan wordt er nog een vraag gesteld. Bij de export geeft hij de code mee, maar ik wil mijn coderingen eerder aangemaakt aanpassen en veranderen deze in Excel. Dan leest hij ze nieuw in. Ja, dus stel dat je de code wilt aanpassen, dan zul je dat binnen Purview moeten gaan doen. Want tijdens de bijwerkimport of tijdens het importeren zelf
maakt hij dus echt nieuwe waarden aan op basis van die code, of hij overschrijft hem op basis van die code. Dus we kunnen via de export tool of de import tool, kunnen de productcodes niet aangepast worden. Dus daarom is het handig om eventueel de export uit te draaien vanuit het productenboek, zodat je wel makkelijk in het overzicht kan zien wat je allemaal wel hebt en wat je niet hebt. Maar wil je echt de code aanpassen, dan gaan we dus op basis van de handmatige actie de code aanpassen. Nou, wij gaan er dan in ieder geval nog mee aan de slag dat je geen dubbele codes handmatig kan invoeren. Dus daar zullen wij nog op terugkomen. Maar tot die tijd is het dus handig om je Excel-lijst erbij te houden. Om te zien welke codes je wel al hebt in Purview en welke nog niet. Dan wordt er nog een vraag gesteld. Die is wellicht niet heel erg voor de webinar van toepassing. Zou je de code ook wel via de API kunnen aanpassen? Daar kijk ik even Edwin voor aan. Maar volgens mij moet dat wel lukken. Als je het ID, het unieke ID, als je die gebruikt als sleutelveld, de record ID, want dat is inderdaad ook voor wat ik eerder al aangaf, handig voor de externe koppelingen. Dit zijn dus echt je product ID codes die Purview meegeeft. Op basis daarvan zou je dus wel je gegevens via de API kunnen aanpassen. En deze zou dan ook gebruikt kunnen worden in de import. Oké. Op deze kunnen we dus ook het sleutelveld instellen. Dan pak ik hem heel even voor de beeldvorming er nog even bij. Dan pakken we het record ID wat je mee uit de export krijgt die je hebt. En dan gaan we even kijken. Code 10, of pakken we die. Even. Die gaan we naar 2 aanpassen. Dit bestand slaan we op. Dan gaan we hem even uploaden. En dan gaan we het record ID gebruiken. En vervolgens heeft hij alles netjes gekoppeld. Dus dan gaan we die uitvoeren. En gelijk even. Nou, is heel snel gedaan. Oh, nu heeft hij ze natuurlijk allemaal toegevoegd op basis van het record ID. Nu hebben we allemaal nieuwe producten, omdat we het record ID hebben gebruikt. In plaats van dat hij die checkt of die al bestaat. Mm-hmm. Ja, via de API inderdaad kun je wel dat record ID dan gebruiken voor de wijzigingen van je producten. Op basis van deze code, dan heb je deze nodig. Maar voor de import is het dus inderdaad zo dat we echt alleen maar de code gaan gebruiken. Er komt een hele slimme opmerking binnen, dat wel zie ik. Je hebt niet gekozen voor overschrijven bij het opnieuw inlezen. Dat klopt. Maar dat zou wel betekenen dat als ik dat op record ID, als hij hem wel had gecheckt, dan zou hij ze moeten overslaan en niet opnieuw moeten toevoegen. Dus het is wel een hele goede opmerking, maar dan had hij hem inderdaad echt moeten overslaan. Ja. Ja, dus wij nemen deze wel even mee. Sowieso moeten we dus toch even in het productboek zelf naar de codes gaan kijken, zodat we die dus niet handmatig een dubbel nummer mee kunnen geven. Maar wat betreft het record ID, omdat wij daar ook een unieke waarde aan meegeven, daar gaan we ook nog wel even kijken. Wellicht dat we daar inderdaad iets meer mee kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat we dus ook een unieke waarde hebben om je productcodes bij te werken. Daar gaan we mee aan de slag. We houden jullie daarvan op de hoogte. Mocht daar iets uitkomen, dan zijn jullie de eerste die het horen. Ik weet niet of er op dit moment nog andere
vragen of opmerkingen zijn of goede ideeën natuurlijk, die zijn ook welkom. Zo niet, dan wil ik jullie in ieder geval van harte bedanken voor jullie deelname, voor de goede vragen, voor de slimme opmerkingen. Jullie kunnen er lekker zelf mee even aan de slag en mocht je ergens vragen over hebben, dan horen we ze achteraf heel graag. Voor nu nogmaals heel erg bedankt en ik wens jullie een hele fijne middag verder.